Welkom bij Boerenbusiness TV. Het huidige financiële klimaat is zeer onzeker en veranderlijk, waarbij het de laatste jaren niet alleen lastiger is geworden om financiering te krijgen van de bank, maar alle zaken ook een stuk onduidelijker zijn geworden. Edin Mujagic, DCA marktspecialist en monetair econoom, verzorgt in de wintermaanden masterclasses voor agrarische ondernemers die alles willen weten over het huidige ondernemers en het financiële klimaat en op zoek zijn naar kennis om de eigen positie aan de tafel met de bank te versterken. Edin, welkom. Wat maakt het huidige financiële klimaat voor agrarische ondernemers zo lastig? Nou, wij komen net uit een aantal jaren waarin de rentes van alle looptijden eigenlijk alleen maar zag dalen en dalen. Het frustrerende was, het was zeer moeilijk om een lening los te krijgen bij je bank. Nou, wat dat betreft zitten we nu in een nieuwe fase waarin de rentes stijgen en het is makkelijker een lening te krijgen bij je bank. Alleen, je krijgt dan te maken met vragen als je een renteaanbod ontvangt. Dan moet je wel in staat zijn om in te schatten, is de aangeboden rente te hoog of niet? Je staat ook voor een besluit, moet ik gaan voor een variabele rente of juist voor een vaste rente? Waar je voor moet gaan hangt van heel veel factoren af. En over die factoren wil ik het eigenlijk in die sessies hebben. Ja, dan kun je wat meer zeggen over die factoren en welke onderwerpen je behandelt? Het komt erop neer dat je voor jezelf een inschatting moet gaan maken. Wil ik 100% zeker weten wat mijn maandelijkse lasten zullen zijn of niet? Het begint daarmee. Je moet ook in staat zijn om een beetje inschatting te maken. Gaan die rentes in de komende jaren stijgen of niet? Als het erop lijkt dat de rentes hoger worden, dan is het natuurlijk veel meer voor de hand liggend dat je op dit moment zegt, doe mij die vaste rente maar. Want dan weet ik zeker dat ik geen last zal hebben van stijgende rentes. Nou, als we het daarover hebben, kun je eigenlijk om de twee centrale banken, die in de VS en in de eurozone, niet heen. Die sturen als het ware de rentes van alle looptijden heel sterk aan. Nou, dan is het ontzettend handig en ook heel belangrijk om een beetje te weten waar letten die centrale banken op als zij elke maand aangeven wat ze gaan doen met de rente. En als je dat weet, en ik probeer je in die sessies een soort handleiding mee te geven waar je op moet letten, dan ben je veel beter in staat om hun maatregelen die ze gaan nemen in de komende maanden of komende jaren zelfs, beter in te schatten en te anticiperen daarop. Mm-hmm. Is er dan ook nog bepaalde achtergrondkennis nodig wanneer je aanschuift bij een van je masterclasses? Juist niet. Wij gaan, als we het dus over die centrale banken hebben, wil ik heel simpel aan gaan geven waar letten ze op, waar houden ze rekening mee en hoe beïnvloedt dat wat die centrale banken doen. En wat kan een agrarische ondernemer nou in de praktijk met de masterclasses die je geeft? En hoe zorg je ervoor dat als hij aan het einde van de dag de deur uitgaat, dat de volgende dag meteen toe zou kunnen passen op zijn bedrijf? Nou, hij zal in ieder geval veel beter in staat zijn om, wat ik hiervoor zei, op het moment dat je een renteaanbod krijgt van je bank, en doorgaans heb je dan een variabele rente en een aantal vaste rentes, voor 5 jaar of 7 jaar of nog langer, je bent dan beter in staat om in te schatten of die rentes te hoog zijn of niet. Je bent ook veel beter in staat om de acties van de centrale banken te volgen en te anticiperen daarop. En je bent uiteindelijk ook beter in staat om, als je een afspraak hebt bij je bank, om de tafel te gaan zitten met diegene die gaat over jouw leningaanvraag. En op het moment dat je huisbankier merkt dat tegenover hem iemand zit die daar toch het een en ander van af weet, is het heel goed mogelijk dat ook een rentevoordeel gaat opleveren voor je. Ja. Dus met die masterclasses kun je als ondernemer eigenlijk geld verdienen op de lening die je afsluit. Ja, omdat je naar zo'n gesprek toe gaat, veel beter geïnformeerd. En als diegene met wie je spreekt merkt dat je dat je er ook iets van af weet, dan zal hij zich toch heel voorzichtig opstellen. En dat kan een rentevoordeel opleveren. Hartelijk dank voor deze toelichting. Geen dank. Wilt u meer weten over de masterclasses en een masterclass van Edin Mujagic volgen? Kijk dan op www.dca.nl/training en schrijf u in.